Over Joost Klein gaat met Europa Pa naar het Songfestival. Dat klinkt dan zo. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa Pa, Europa Pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa Pa, Europa Pa. Europa Pa, 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 Pa. Europa Pa, Pa, Pa. Europa Pa, 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 Pa. Europa. Ja, het meningencircus is los. Aan tafel Cornald Maas, Anne Fleur Schipper, mediajournalist en fan van het Songfestival. En Peter van der Veren, commentator in Vlaanderen. Ja, misschien maar eerst even bij jou dan ook, Peter. Wat vind je ervan? Fantastisch. Ja, ik vind het geweldig. 12 punten? Ja, ik denk het wel. Ik zit meteen al even. Krijgen we 12 punten precies, van België? Ja. Ja, wij geven altijd heel veel punten aan jullie. Jullie geven nooit punten aan ons. Jawel. Dat is veel te weinig. Bernard, doe mij dat niet. Jawel. Ja, doen we wel. Ja. Het is genuanceerd. Je vindt het mooi? Ik vind het heel mooi. Je hebt het beste stuk niet laten zien waar, denk ik, Europa of 12 punten ofwel 0 gaat geven. Dat is Paul Elstak. Een nummer waar echt gehakt wordt, gegabberd wordt. Het kan nog beter. Ja, het is echt fantastisch. Ook het verhaal, de papa-referentie over zijn vader, het Europa-verhaal. Ik ben helemaal mee. Ja, dit wordt... Cornald, jij zit in de selectiecommissie. Ja. Dus je hebt mede bepaald dat dit onze inzending gaat worden. Wat was voor jou of voor jullie doorslaggevend? Nou, het was een lange weg met z'n zevenen zitten in die commissie. Met muzikanten er ook in dit jaar voor het eerst. Jacqueline Govaert, Jaap Rezema. Meer dan 600 inzendingen. Teruggebracht naar steeds minder. Uiteindelijk hebben een paar artiesten ook live opgetreden voor ons. Best een gekke situatie. Uiteindelijk dachten wij, deze song heeft de meeste kans om het hoogste te eindigen van de songs die nog over zijn. En het zit hem in dat er van alles gebeurt. Het is bijna... Eigenlijk krijg je een soort stoomcursus Joost Klein in 3 minuten. Want alles wat hij in een lang concert op Lowlands doet van 1,5 uur... is nu in 3. Dat kan ook wel een beetje veel zijn. Maar het gaat van het uiterste van de gekkigheid naar de melancholie over zijn overleden ouders aan het eind. Daar vielen we voor. En toch ook wel, want zo braaf waren we ook. We zijn ook wel naar concerten gegaan. Dus ik ben bijvoorbeeld naar een concert van hem in Avals Live gegaan. Hier in Amsterdam. Ja. En dan zie je ook wat er gebeurt en welk charisma hij heeft. En welke overtuigingskracht hij heeft. Ik zie jou ook wel. Hoe voelde je je daar? Ja, nou, dat was, nou, ze deden daar. Ik stond veilig aan de zijkant. Natuurlijk. Want op een gegeven moment zie je die hele band. Hoe noem je dat nou? Dat, dat iedereen naar achteren gaat. Ja, dat zo'n heeft zo'n pit. Term. Ja, ja die, nou, daar heb ik niet aan meegedaan. Wel gaten geslagen. Jammer. Aan de zijkant met een glas witte wijn. Ja, maar ik dacht ook wel. Ja, één glas witte wijn. Ja. Maar ik dacht wel van. Nou, hij is denk ik wel in staat om ook in 3 minuten tijd. Een Europees publiek aan zich te binden. Omdat hij. Overtuigingskracht en authenticiteit heeft. En wij denken dat hij dat ook binnen die 3 minuten... op het Eurovisiepodium een heel andere context waar kan maken. En heeft hij ook voor jullie live opgetreden? Ja. Was dat voor het eerst sinds Mia de Jong? Ja, dat was awkward ook. Want dan moet je voorstellen, hij met een mooi pak... en dan verder niks eromheen natuurlijk... op een podiumpje in een zaal in Leiden... En ook die 4 andere artiesten, ze waren allemaal stikzenuwachtig. Wij waren ook bedremmeld, want oké, je geeft een handje. Je vindt het ook een beetje potsierlijk, want moeten zij zo bewijzen. Zo ongemakkelijk. Ja, maar ze vonden het toch... Ze zijn toch gewend om op te treden? Ja, maar niet. Voor 4 allemaal. Beroep, natuurlijk. Ja, dan is het enger. Dat vonden ze eng, hoor. Jij zei het net al even, een van de elementen die steeds weer terugkomt... is de dood van zijn ouders, hè? Ja. In liedjes, in een zinnetje, in een dingetje. Het is er altijd. Laten we even kijken, want er is ook nog... wat beeld van. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd. Dit is het einde van het nummer. Ja. Hè? Hebben jullie ook het idee dat hij hiermee zegt van... ik laat dit nu even los. Dit is nu niet meer iets wat steeds weer terug gaat komen... de dood van mijn ouders. Hij ziet het als afscheid eigenlijk van zijn kinderjaren... van de jeugdjaren, van pijnlijke ervaringen uit het verleden. Ja. Tot nu toe, ook op Lowlands en zo... kon hij nooit over zijn ouders zingen. Hij heeft één zo'n lied... Hij brak dan altijd. Maar dat was ook wel schitterend. Heel erg mooi zelfs. Dat was zoveel emotie. Dat je wel echt... Hè? En hier probeert hij dat ook een beetje. Het zal natuurlijk anders zijn in die context van het Eurovision. Maar die song die Europa Pa heet... verwijst ook direct naar die vader. En iedereen moet er vooral uit halen. Want niet iedereen kan de tekst verstaan straks natuurlijk. Want in het Nederlands goed deels. Maar het gaat er gewoon om dat je voelt dat hij een soort eerbetoon aan zijn ouders... en met name aan zijn vader gaf. Die vroeger met vluchtelingen werkte. En die hem ook geleerd heeft verder te kijken dan zijn neus lang. Dus als je je dromen realiseren... kun je overal terecht.
Je moet grenzeloze denken, dat is het eigenlijk. Het is heel universeel, dat is het sterke eraan. Maakt ook een referentie naar Papa Houtet van Stromae, die ook heel hard struggelt met zijn vaderfiguur. Dus het is heel herkenbaar voor heel veel mensen. Dus misschien ook wel voor Europa. Ja. Laten we even kijken, want Joost heeft zich vanmiddag gepresenteerd bij Arjen Lubach. En daarna was er gelegenheid om nog even met hem te praten. En toen hadden wij gelukkig Max die met hem ging praten. Joost, wat voor hit heb je gemaakt? Danny Vera zou het een rollercoaster noemen. Ja, nou, shout-out naar Danny. Ja, ik heb... We hebben de hele 90's erin gestopt. Het is very Y2K, very 2000. Wat is nou een Europapa? Oprechte vraag. Nu kan ik eigenlijk over het liedje praten. Wat roept het bij jou als eerste op? Nou, ik dacht, jij bent de verbinder van alle Europeanen. Het is gewoon een slimme truc van jou dat je denkt, jullie zijn op zoek naar iemand die jullie bij elkaar kan brengen. En jij bent de Europapa. Ja, dat vind ik een goeie. Nou, daar ben ik het wel mee. Zoals ik al zei, het hele nummer is een rollercoaster. Ja. En op een gegeven moment eindig je vrij emotioneel en zeg je, zie je papa, ik heb naar je geluisterd. Waar heb je precies naar geluisterd? Mijn vader leerde mij dat grenzen zijn bedacht door mensen zelf. Dus zo kan je ook je eigen wereld maken. Ja. Alles wat je ziet om je heen is door iemand bedacht. Dus waarom zullen we het niet zelf bedenken? Alles is mogelijk. Alles. Piep, boep, piep, piep, maap, maap, boep. Anne Fleur, ik zie jou alleen maar knikken eigenlijk tijdens het gesprek. Ja, ik vind Joost gewoon echt geweldig. Omdat hij is 26, super jong. En hij spreekt zoveel jonge mensen ook aan. Juist omdat hij kwetsbaar durft te zijn. En tegelijkertijd een soort knettergek is. En gewoon grappen maakt en weird is. En hij maakt geen enkel compromis. Dus dat vind ik leuk dat hij dat ook op zo'n podium, waar toch best wel veel artiesten ook misschien soms een beetje willen conformeren aan. Of, oh, dit zullen ze wel leuk vinden in Europa. Hij is, voor zover ik hem ken, niet persoonlijk, helemaal zichzelf. En dat vind ik dus echt heel erg leuk aan Joost. En je gunt het hem ook, toch? Als je ziet, denk je, het is gewoon een leuke jongen. Hij is ook een intelligente nar vooral. Het is echt zo de nar uit de middeleeuwen die de spiegel voorhoudt. Een nar. Een nar. Dat is heel positief bedoeld. Ik denk wel aan mijn ex, maar dit is iets anders. Ja. Als je er wil over praten vanavond, Dat kan ook een ander moment. In de middeleeuwen had je ook de nar die de spiegel voorhield. Ja? En hij het op een heel slimme manier, maar brengt er ook zijn eigen verhaal in. Maar hij is super intelligent. De quotes die jij gooit. Over intelligent gesproken, hij zat ook in De Slimste Mens. Bij jullie, in Vlaanderen. Absoluut. Was hij populair daar? Ja, het was. Soendo zat er ook in en vond ze allemaal heel speciaal. En dan kwam Joost ook eens. Als wij Nederlanders binnentrekken in Vlaanderen, dan schrikken mensen altijd heel hard eerst en dan worden ze heel snel fan. Maar de jeugd bij ons kende hem absoluut. Maar in De Slimste Mens heeft hij echt wel gescoord. Absoluut. Het was ook heel grappig. Klein stukje Slimste Mens. We moeten hem ook hier een beetje leren kennen. Wat verwacht je van Joost als kandidaat? Hij gaat dat super goed doen, maar vooral hij gaat meedoen aan Eurovisie Songfestival voor Nederland volgend jaar. Wow. Is het al zeker? Want je wilde dat? Of, 100%. Is het helemaal zeker? Of? Ik ben zeker van mijn zaken, ja. Ken je de Droomfabriek, Joost? Nee. Een programma waar... Bart, kun jij dus uitleggen? Ja, dat is gewoon mensen sturen hun dromen in en wij voeren ze uit. Oké, ik wil naar Eurovisie Songfest. Joost, wat kun je me vertellen over de man met de naam Hemingway? Schrijver. Amerikaanse schrijver. Ik wil meedoen aan het Eurovisie Songfestival, dat is mijn droom. Mijn naam is Joost Klein. Ik weet niet waar de camera zit, maar please, voor alle Belgen, ik heb jullie nodig. Pas. Maar kijken jullie dan ook hiernaar bij de commissie? Nou, speelt het niet mee? Nee, het was wel omgekeerd. Wist hij het al toen? Toen wij naar zijn concert gingen, was het ook van, jongens, ik heb groot nieuws, ik ga het jullie bekennen. Ik ga naar het Songfestival, dus stonden wij daar. Wij moesten kiezen. We hebben ons daar niet laten leiden. We hebben gewoon gemanifesteerd dat je niet anders kon. Ja, dat kun je ook zo zeggen. Ja. Maar we hebben dat echt wel. Laten we eens even naar de concurrenten gaan, voordat we te veel in een feeststemming komen. Want die zijn er natuurlijk ook nog. We hebben het succes van Finland van vorig jaar. Laten we even kijken. En nou zie je vaak dat als zoiets, dat sommige dingen dan ook het jaar erop als het ware weer terugkomen. Ja, de pofmaal. Ja. De pofmaal is onder andere terug. Maar wat is ook interessant is, Karia hier die is echt de fan favorite geworden vorig jaar. Loreen heeft natuurlijk gewonnen. Ja. Maar er was best wel veel om te doen van hij had moeten winnen. En ik denk dat dat iets los heeft gemaakt bij veel Europeanen die ook mee wilden doen. Van oké, laten we dan ook zoiets insturen. Ja, dus dat Finland is dit jaar, zelf ook weer, geloof ik. Maar er zijn ontzettend veel een beetje
nou ja, er is een Finland effect. Wat ik heel leuk vind. Ja. Dat je bij Måneskin ook trouwens. Hè? Ja, maar dat was nog iets meer rockachtig. Mm. Dit is gewoon een beetje. Nou, ja, dit is Finland, ongeveer. Het is een heel ver broertje. Een soort Windows XP presentatie on crack zien we hier. Ja, on crack. Ja. Er zijn veel rare acts. Je hebt ook. Kijk, wat is dit? Estland? Estland, ja. Geweldig. Hip-hop band en een folk duo met z'n tweeën. En voor de goede orde, er moeten ook nog veel nummers bekend worden, hoor. Er komen nog een paar aan. Ja, we komen straks nog even over. Maar kijk, over... hier zie je de Pofmouw terug. Ja. Heel populair. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Maar dit is een gek nummer. Dit is een soort Crazy Frog-achtig geïnspireerde nummer. Maar heel populair bij de bookmakers. Okay. En je ziet dus over het algemeen dat het veel gaat om performances. Ja, kijk even naar Conor. Ja, dat komt ook wel omdat ze de jury. Ik heb nog één serieus ding wat ik even wil bespreken. Echt serieus ding. Dat gaat over Israël. Ja. Ja. Israël had een nummer gemaakt, October Rain. Ja. Dat is, als ik het goed heb begrepen, afgekeurd omdat er een referentie aan 7 oktober zat. Het begin van de oorlog toen Hamas Israël binnenviel eigenlijk. Toen is er een tweede nummer gekomen. Dat heet Dancing Forever, geloof ik. En ja. Is dat nou ook afgewezen? Dat is ook afgewezen door de EBU, lezen wij. Maar best een nummer dat nauwelijks, laten we zeggen... Ja, het verwijst even naar de muziek harder zetten... en het verwijst naar een muziekfeest. Maar dat is het dan ook. Dat kun je natuurlijk onverkort op 7 oktober leggen. Maar ook daarvan zegt de European Broadcasting Union... gaan we niet doen. Terwijl ze in het verleden best wel teksten hebben laten passeren. Bijvoorbeeld van het liedje dat voor Oekraïne won in 2016. Ja. Heette 1944. Ging over de deportatie van Krim-Tartaren onder leiding van Stalin. De persoonlijke geschiedenis van de zangeres, daar geen bezwaar. Ik weet niet of er een of ander politiek spel aan de gang is. Maar dat lijkt het wel dan, of niet? Nou ja, zoals bij Wit-Rusland misschien een paar jaar terug... die gedisqualificeerd werden, dat Israël met opgeheven hoofd... misschien het strijdtoneel wil verlaten. Het is een heel moeilijke tango. En ik vind het wordt een beetje bijna zielig om te zien... hoe Israël de IBU aan het uitdagen is. Dat de IBU niet helemaal... alle kaarten op tafel wil gooien. En het prangende, het vreselijke is dat al die... want het is erg wat daar gebeurt... maar al die andere artiesten staan er ook naar te kijken van... please, kunnen we nu gewoon Eurovisie Songfestival... Maar gaat Israël nou meedoen, ja of nee? Het is toch niet duidelijk? Ik denk het niet. Ik denk dat het beter is dat ze niet mee gaan doen. Want ik denk dat er is online ook een hele boycottactie bezig. Mensen niet willen kijken. Dat wordt echt ontzettend veel gedeeld. Ja, ja. Ik snap het wel, want het is bedoeld om te verbinden... En dan, als je Israël toelaat, dat is een politiek statement aan zich. We moeten stoppen, jongens. Dus... Niet omdat ik niet door wil praten, maar omdat de tijd op is. Joost Klein staat op donderdag 9 mei in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. België heeft ook een heerlijk nummer. Had ik ook graag nog even willen laten zien. Heel goed, fijne avond. Dank je. Tot morgen. Ja. Sophie zit erop.